Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Let's Go Eevee Stalling. Ik moet nog heel eventjes aan de titel wennen. Ik ben natuurlijk weer samen met Jordy van de Subpar Guys. Yellow. Yellow, dat is een kleur. Dat is inderdaad een kleur, ja. Ik merk dat ik echt nog wel een beetje aan de controls moet wennen. En ook dat hij niet meteen reageert. Maar dat kan ook aan mij liggen, dat ik dat gevoel heb. Maar... ja, en ik denk dat het ook deels komt door het feit dat de Joy-Con... Mm-hmm. Het is en blijft natuurlijk een motion controller. Ja. Dus ja, des te dichter je hem bij de switch neerzet, des te beter de control. Ja, ja, en als, ik merk ook wel, als ik hem onder de tafel hou, dan is de verbinding iets slechter dan als ik hem een beetje erboven haal. Ja, precies. Ja, er zit wel wat in natuurlijk. Je moet hem tegen de gast met de Metapod. Volgens mij is dat de laatste training. Ik weet niet of jij, hoe ver jij bent eigenlijk. Ja, die moet ik ook nog doen. Ah, oké. Okay. Toegeef, ik kwam ook net een Bulbasaur nog tegen op het einde. Echt waar? Wauw. Ja, ik vind nog steeds de combinatie die Sword & Shield deed, vind ik op zich wel beter. Ja, ja, ik ook. In het wild en statisch beide kan zien. Maar ik vind wel dat de 1% encounters moeten en blijven gewoon overworld puur zijn. Ja, precies. Ja, snap ik wel. Maar ja, hoe Sword & Shield Caves deed, vind ik prima dat puur overworld is. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik wel heel erg blij ben dat er geen overworld shinies zijn in Sword & Shield. Ik weet niet. Ik vind ja, toch daar is niet het iedereen het mee eens hoor. Maar, nou, ja. ik vind toch het idee van overworld shinies vind ik toch wel wat beter, want het maakt soms het hunten iets makkelijker. Ja, maar als echt shiny hunter zeg maar, hoeft het van mij niet zo makkelijk te zijn dat ik gewoon stil kan staan totdat er een Pokémon komt zeg maar. Nee. Kijk, weet je, hunten kan al saai zijn, maar dan wordt het helemaal saai. Dan zit je gewoon de hele tijd alleen maar naar een scherm te kijken. Maar ja, dan heb je ook nog de wild dingen, hè? Dus dan heb je de optie van, als je hebt overworlds. Dus een Wooloo kan je in de overworld zien. Mm-hmm. Maar in het gras kan je alleen maar Squawet. Ja, precies. Zien. Ja, dan heb je de optie van, oké, wil je een makkelijker run? Dan ga je shiny Wooloo hunten. Mm-hmm. En wil je een beetje de stijl zoals jij het wil, dan ga je shiny Squawet hunten. Ja, precies. Ik snap het wel. Ga je de Slowpoke doen? De Slowpoke doen? De Slowpoke doen. En wat bedoel je daarmee? Linksboven in de computer. Ja. Is er een Slowpoke. Oké. Okay. Als je met die mevrouw praat, krijg je een Big Pearl. Oké. Okay. Dus ik moet gewoon die Big Pearl krijgen, zeg maar. Ja. Nou, daar ben ik altijd voor in natuurlijk. Ja, het is free money. Money is niet echt een probleem in deze game, maar nee. Toch. Als ze er toch zijn. Banana. Wat is jouw... Fine Whip Growth. Goed genoeg. Ja, als ik met die man heb gepraat voor de gym, zeg maar, dan kan ik gewoon naar binnen, toch? Dan kan ik hem ook gewoon releasen, die Bellsprout. Ja. Gelukkig. Een Big Pearl from the lady. Dankjewel, lady. Ja, ik wacht wel even in de gym. Moet toch de controle langs. Nee. Heb je een Grass Pokémon bij je? Ja! Ja, vind ik wel echt heftig overigens. Dat ze je zo je handje vasthouden dat ze dat zelfs doen. Nou, onthoud, Let's Go is echt meer voor de... Ja, voor de kleine. Echt meer casual. Maar een optie van... het is slim... dat jij een Grass Pokémon bij je hebt. Heb je die bij? Nee? Wil je het alsnog proberen? Ja. Oké, prima. Ga je gang. Ja, precies. Dat je niet geforceerd wordt, zeg maar. Nee, want zometeen... bij Misty is het volgens mij level 20 al. Moet je level 20 zijn. Oké. Okay. Ja, dan had ik ook gewoon gezegd van... we suggereren... of we bevelen aan... dat je 20 je bent. Ja, je bent geen level 20. Wil je het alsnog proberen? Ja. Kijk, zometeen met Koga wordt het nog wel moeilijker, want dan moet je 50 Pokémon's hebben gevangen. What the fuck, waarom? Omdat de game ontzaat. Ja, inderdaad. Maar goed, we blijven vrolijk. Ja, we blijven vrolijk. Zeg maar wanneer je in de gym bent. Ja, ik ben nu Bellsprout aan het releasen, dus ja, we kunnen door. Ja. Ja, maar ik vind op zich...
als ze Brilliant Diamond niet hadden uit dat komen, had ik echt wel verwacht een Let's Go Johto. Ja? Oké, okay, ja, ja. Ik verwacht niet zo heel snel meer een Let's Go game eigenlijk. Ook al moet ik zeggen dat ik er nu wel weer iets meer waardering voor krijg, maar het is toch wel een van mijn minst favoriete games hoor. Het ziet wel mooi uit, alleen de speelstijl is toch niet mijn favoriete. Eigenlijk. Nee, dat kan ik op zich ook wel heel goed begrijpen. En aan de andere kant, één ding wat ik wel heel mooi vind aan deze. De Pokémon's zijn goed geschaald. Hoe bedoel je? Een Onix en Sword and Shield. Oh, qua grootte. Het ziet er qua grootte soms gewoon hetzelfde uit als een Rookie D. Ja, precies. Ja, gewoon nee. Oh, ik ga nog best wel veel moeite krijgen, denk ik, met deze gym. Want ik moet nu tegen die Jew doen. En dat duurt wel even voordat ik die neer heb, hoor. Nee, ik wacht even dat jij de trainers klaar hebt ondertussen. Ja, jij hebt het al gedaan, zeker? Ja, ik ben nu bezig met de tweede. Oef. Zal ik switchen? Is dat een goed idee? Nee, dat is geen goed idee. Laten we dat vooral niet doen. Ja, er is ook momenteel even niks anders, hè. Want, kijk, het enige voordeel aan Weedle is, heeft hij Poison Sting? Ga ik zo even kijken. Ik kijk wel even als ik deze battle... Hij doet ook elke keer Defense Curl, dus ik doe elke keer minder. Mm-hmm. Zo, jammer. Nu snap ik wel dat ze zegt dat je een graspokémon moet hebben. Ja. Ah, ik heb het ooit gedaan met een Charmander met alleen maar Scratch, dus... Oef. Nou ja, de oef kwam later dat opeens hij zoveel levels kreeg dat hij Metal Claw niet kon leren. Nou. Oh. Wat een kut battle is dit, zeg. En dan moet ik nog tegen Brock straks. Ik heb geen idee hoe ik dat ga doen. Ja, dat weet ik ook niet. Maar zeg maar wanneer je wil beginnen aan Brock. Dan wacht ik wel even. Mag ik nog wel eventjes. Ja, weet je, ik heb toch geen keus qua Pokémon. Dus ik moet het hier toch mee gaan doen zometeen. Mhm. Zolang zij geen zelfdestruct kennen, komt het wel goed, denk ik. Ja. En Nidoran was gelinkt aan Spearow, toch? Ja. Oké. Okay. Ik ga het straks wel even opschrijven, denk ik. Want... Hey, de eerste Judith is dood. Oké, okay, de eerste trainer is verslagen. Dan ga ik zo meteen al eventjes kijken hoe het met de rest zit. Wat ze hebben qua aanvallen en zo. Ja, dan ga ik ons eens eventjes nakijken. Dat is opgeschreven, dus dat hoef jij zo meteen niet meer te doen. Hey, top. Beyoncé. Dit is mijn standaard naam. Ik wil net zeggen, volgens mij is dat niet jouw Eevee. Nee. Poison Sting en String Shot. Ja, dan... Ja, je kan proberen om met Poison Sting... Om te poisonen. ...te doen, ja. Want je hebt wel een aantal poisons, dus... Ja, precies. Ga ik nog heel even checken hoeveel. Oh, ja, echt wel zat. Potions. Oké. Okay. Nou, hopen dat het lukt naar de tweede battle. Wat vlot. Ik wil niet degene zijn die al onze Pokémon's doodmaakt, namelijk. ik doe al een spoiler voor een andere serie. Ik heb, geinig genoeg, heb ik Let's Go gedaan met Harm voor een Professor Elm Challenge. Ja. Yeah. Dus een Living Dex maken. Ik heb Let's Go gedaan met Nando met een Rifle Lock. Dus dat je in iedere gymfight een Wi-Fi battle doet. En afhankelijk wie wint, die mag bepalen van oké, ik kill een Pokémon, ik trade een Pokémon. Ja. Of ik revive een Pokémon. Mm-hmm. En dan met dezelfde Nuzlocke regels. Oké. Okay. Alleen die serie duurde niet heel lang. Bij Misty stopte de serie al. Oh. Want Nando was het hele team verloren. Oef. Nee, ik wil wel het einde halen. Daar gaan we in ieder geval voor. Als hij me crit, ben ik wel... Dood, denk nou, ik. Maar ik als in, hij is letterlijk alles verloren, dus hij had ook niks meer in de box zitten. Oh, oké, ja. Oké, ik moet nu gaan switchen.
Of zal ik... Ik denk dat ik gewoon mijn Weedle blijf healen totdat ik nog een keer poison met Poison Sting. Ja, ik, dat is een beetje dingen. Gewoon, soms kan je gewoon net zo goed even wachten. Dus ik ga een paar dingen nakijken. Ja. Kom op, Weedle. Rood. Oh, for fuck's sake. Ik heb een Tim en Pell Sprout. Goddammit. Ja. Nu kan je hier heel veel met de stats wel aanpassen. Hey, poisoned. Ja. Nice. Oké, ik hoop dat... Kijk, dat klopt wel. Alleen, ik heb letterlijk een minus attack nature Eevee. Een minus attack nature Nidoran. En een minus attack nature Bellsprout. Oef. En ze hebben allemaal physical attacks. Ja, dat is wel pittig. Ja. Is die Onyx van Brock hoog level? Ik denk het wel, hè? Gaan even kijken. Sponk tegen Brock aangelopen. Ik denk level 9, kan dat? Ik zal er voor u naar kijken. Oké, die poison gaat me echt helpen straks tegen Brock. Let's go, gym leaders, let's go. Level 11 en level 12. Of ik doe zo weinig damage. Level 11 en level 12? Ja. Oef. En de Onyx heeft Rock Throw. Ah, dit wordt echt kut. Ja. Want dan durf ik hem ook niet te poisonen met Weedle, want als één Rock Throw is Weedle dood. Mhm. Ja, fuck. Ik doe alvast Brock, dat als er iets doodgaat in de pair, dat ik dat pair niet meer hoef te gebruiken voor de gym. Slim, slim. Ja, je hebt echt, of geluk, je hebt echt handig dat jij dingen Bellsprout hebt. Ja. Dan steamroll je zo er doorheen. Nou ja, steamroll is ook een groot woord, maar... Kut defense curl de hele tijd. Hé, dat poison was echt een goed idee. Daardoor gaat het wel echt 2 keer of 3 keer zo snel. Ik kan kijken of ik... wat doen Growl en Tailwhip? Jij bent wel een beetje van de status... dingen. Ja. Wat doen die? Kan ik daar wat mee tegen de jungler? Growl verlaagt de attack. Ja. En Tailwhip verlaagt de defense. En ik moet even healen, want die Geo doet het aardig wat damage tegen een Bellsprout. Oef. Oké. Okay. Als in aardig, als in... hij heeft hem naar 2 HP kunnen brengen. Oh, dat is inderdaad erg veel damage, ja. Ja. Maar hoe ga ik dat dan nooit doen als hij al zoveel damage doet tegen jou? Welk level is Bellsprout eigenlijk? 7. Ah, oké. Okay. Nou ja, je hebt altijd de optie om maar gewoon wat Pokéballs te gaan vangen. Nou, ik zit er bijna aan te denken om dat te doen, hoor. Want anders heb ik er geen idee... Ik wil niet zeg maar degene zijn... Waardoor we... Ja, snap ik. Snap je? En het is ook, eerlijk gezegd, een beetje medium hard run momenteel. Omdat we echt low level zijn. Maar ja. En op zich een tip. Mm-hmm. In deze. Soms... Oké, dat was geen crit. Soms kan het zijn dat je een icoon ziet van de Eevee. Ja. Yeah. Alleen doen als je een beetje aardig wat HP over hebt. Maar dan kan hij je support geven. Dus dan kan hij soms je stat boosten. Dat is wel nice. Misschien een beetje cheesy, maar dat maakt me nu even niks uit. Ja, het werkt, hè. Dus. Hey Pidgey, waarom ga je nou zo lastig doen, vriend? Pidgey hoeft toch niet zo lastig te zijn te vangen? Ben je een speciale Pidgey of zo? Ja, het is een hele speciale Pidgey. Mm. Deze Pidgey loopt al generaties lang. Ja. Om die route te kloten. Even wat XP'tjes gaan harken. Ik wil niet per se overlevelen, maar een paar leveltjes erbij kunnen echt geen kwaad. Nee. En dat was Brock. Nice. Het was laag level. Als ik niet had opgelet, was echt iets dood gegaan. Dus op zich... Ja. Wel mooi zo een beetje low-level dingen doen. En dat tikt ook even mooi aan qua experience, want het werkt ook zo. Ben je low-level,
krijg je meer experience. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, deze game met experience is altijd een beetje tricky. Mm-hmm. Zo, goed bezig, Eboei. Kom op, Shiny Bell Sprout. Kom. Dat zal het zijn. Ja. Nou, dan krijgen we ook een van de betere TM's in deze game. Het put. Ja, ze is sterk. Dan kunnen we denken aan... Is in deze game dat de TM's blijven? Blijven, ja. Dat is wel nice. Na Gen 5, maakt niet uit welke spin-offs het wat, of wat dan ook is, okay. Het blijft. Dat is wel fijn. Oeh, wie leert de double kick? Double kick is super handig. Denk Eevee. Ja. Waarom zeg je Eevee zo raar? Dat komt eigenlijk puur... Door de anime zeker? Nee, Bart noemde hem altijd Eevee, Eevee. Oké. En dat is altijd een beetje ding geweest bij onze groep van Eevee, noemen we niet meer Eevee, we noemen hem gewoon Eevee. Oké. Eevee. Oh, nice! Beyoncé evolueert. Oh ja, Kakuna nu, hè? Ja. Ah, nice. Ja, wat je... Ja, je kan niet echt dingen gaan doen zometeen tegen hem, dus... Maar als je Rocktro doet, dan vindt Beedrill niet zo leuk. Nee, nee, nee. Nou, Kakuna vindt het ook niet leuk, hoor. Nee. Kijk, wat je kan doen, maar dat is een beetje zo... Een beetje gecompliceerd vechten. Hij heeft Harden waarschijnlijk, hè? Ja, ik heb net Harden gekregen. Ja. Dus plus 6 Harden, huppakee. Probeer nou nog maar door te komen. Ja, en dan kijken of ik hem kan poisonen misschien. Ja. Ik ga hem sowieso de ding proberen te poisonen. De... Hoe heet die? De Geodude proberen te poisonen, omdat hij nog geen rokaanval heeft, toch? Of wel? Geodude heeft alleen maar, tackle of headbutt, één van die twee. Oké, en defense curl. Ook niet eens defense curl. Niet? Oké, nee. Dat scheelt wel heel veel gezeik zometeen. Ook niks, dat is ook niks. Ik wil, ik wil Kakuna nog even één leveltje en dan denk ik dat ik het ga proberen. Yep. Ja. Het is op zich ook goed in deze game om gewoon met mensen een beetje te praten. Want je krijgt zeker allemaal, allemaal items. Ja, in deze game krijg je heel veel crap gewoon van mensen. Ja. Laat staan alleen maar die Big Pearl van net. Alleen jammer dat er geen health items en abilities zijn. Nee, ik ga even voor je kijken of iets in de markt is. Want je weet maar nooit. Oeh, hier kreeg ik weinig XP van, holy shit. Kan je even in de shop kijken? Dat kan. Je hebt geen running shoes hè, in deze game. Nee, als we geluk hebben, krijgen we zometeen heeft iemand een van ons een ride Pokémon. Oh ja. Wat kan ik kopen? Pokeballs, Potion, Antidote, Burn, Ice, Awakening en Paralyze. En geen Escape Rope, Repels, etc. Nee. Dus dat is klote, dat is letterlijk na de gym kan je ook X-items kopen. Oh. Fuck's sakes. Nou, ik ga nog gewoon even dat ene leveltje trainen. En dan ga ik gewoon de gym proberen. En dan heb ik jouw mental support gewoon even nodig. Mm-hmm. Lijkt me prima, want anders kan je... Heel veel andere dingen kan je toch momenteel niet doen. 1, 2, 3. Dan kleed ik even Eevee om. Doe dat maar. Ik krijg even een hoedje. Is dat dan ook in battle? Ja. Wauw. Nu heeft hij een hoed op. Zo. Ja, mooie hoed. Ja, als ik het goed heb, je hebt Cool Trainer outfit. Je hebt wat Safari Crab, Sailor outfit, Team Rocket outfit. Oh ja, Team Rocket, ja. En Officer outfit. Dus ja.
Klinkt wel op zich redelijk uitgebreid qua outfits. Ik denk een beetje dat hetzelfde idee gaat worden in Brill in Diamond Shining Pearl. Dat je een beetje vergelijkt. Ja, daar, in de trailer zit één hele vette outfit die ik wil. Die ik graag wil. Een beetje die zwarte met dat neongele. Ik weet niet of je dan weet wat ik bedoel. Ja, die heb ik gezien. En op zich, dat zijn ook een beetje jouw kleuren, of niet? Ja. Ja, ik heb als kanaal heb ik een beetje donkergrijs en donkergeel, maar dat neonkleuren, daar hou ik wel van. Mm-hmm. Terwijl als ze het minimum hadden gedaan van, je kan wisselen tussen, tussen de Diamond and Pearl outfit en de Platinum outfits, weet je wat? Ja. Dat was wel minimale geweest, maar had ik ook prima gevonden. Ja, precies. Oké, level 8 is hij en Eevee is level 11. Daar moet het hopelijk mee gaan lukken. Mirror Move leert Pidgey. Maar Pidgey die mag ik helemaal niet gebruiken. Dat is een andere Pidgey. Die. Nou ja, dan ga ik ondertussen ook maar wat dingen vangen. Gewoon puur voor de... Puur voor de experience. Ja, precies. En kan ik ook even oefenen met gooien. Ja. Move on party. Party. Then to professor. Dus in totaal hebben we met de Pokémon's in de box erbij 5 Pokémon's. Dat klopt. Eens even kijken. Volgens mij wel. We hebben een Eevee, Rattata, Pidgey, Nidoran, Spearow, Bellsprout, Weedle, Pikachu, Caterpie. Ja. Oké, dan gaan we het nu proberen. Lopen we rustig naar de gym toe. Ga maar eerst. Oh, we krijgen ook een fiets in deze game, toch? Nee, in deze game heb je geen fiets. Oh, echt alleen maar ride Pokémon. Alleen maar ride Pokémon. Oké, Brock. Yeah, bitch. Als dat jouw echte naam is. Ja. Yeah. Oké, kom maar met je Jew, dude. Dus, ja, enige tip is let even op de als het een icoon is, dat je even daarop moet letten. Als ja. Enige. Oh, meteen de poison. Heel nice. Dat is mooi. Dat helpt ook wel een beetje. Dat helpt heel veel, ja. Dat Eevee-account komt er niet als je Eevee gebruikt, of wel? Volgens mij wel. Ja. Dus hij kan zichzelf ook een boost geven, zeg maar. Ja. Is blauw dat het minder is, of is blauw dat het... Blauw is dat het minder is. Ja, maar... ik vergeet ook iedere keer dat blauw... Ja. Eigenlijk zou je zeggen blauw is goed, maar blauw is slecht. Mijn Eevee heeft ook slechte attack, zeg maar, blauwe attack. Maar ik heb het natuurlijk wel dubbel keer gekregen, dat scheelt heel veel. Klopt, en als jij flink wat potions hebt, dan kan je ook gewoon die Onix gaan outstallen met gewoon growl spammen en potions blijven healen. Ja. Oké, de Judith is dood. Dat is mooi. Ondertussen ben ik de meest ingewikkelde leader ooit aan het vangen. Zo, is dat klaar? You got a Weedle. Weet je dat heel zeker? Nou, eigenlijk niet, maar... Ja. Jezus, die Onix is groot. Ik snap nu nog wel wat je bedoelt. Ja, ik doe best wel veel damage op die Onix. Ja, vergelijk het even met de Onix die je tegenkomt en wanneer de Wild Area tegengaat. Ja. Ja. Ah, hij miste nog een Rock Throw ook. Heb jij je headbutt eigenlijk aan iemand geleerd? Nee, nog niet. Wat ik nu ga doen. Ga maar Eevee leren. Ja, sowieso.
Port Tackle dan, denk ik, of niet? Ja, denk het. Oké, ik heb heel makkelijk gewonnen. Er was echt geen probleem, dit. Mooi. De Boulder Badge. Dikke high five met Eevee. Mm-hmm. Back. HM's. TM's. Ja, iedereen kan Headbutt leren. Dat is altijd zo mooi eraan. Hoppakee, Headbutt. Dan zou ik ook gewoon Headbutt aan iedereen geven. Ja, want Headbutt is ook voor mij nog een boost in deze game. Dat het 70 doet. Oh nee, mijn Beyoncé kan geen Headbutt. Wat slecht weer. Ja. Je zou denken van, het is alleen maar kop. Ja. Ja, precies. Die Kakuna is inderdaad alleen maar hoofd, ja. Eboe? Nu snap ik het al, dat zegt dat ding. Eboe? Eboe. Nou, is dat klaar? Is dat klaar? Heeft iedereen Headbutt? Nou, dan kunnen wij... Nadat jij even... Geheeld hebt? Geheeld hebt en Blue bent tegengekomen. Och, gaat hij zich er ook nog mee bemoeien? Ja, hij vindt het nodig. Oh, ja, ik zie het. Oh ja, het is natuurlijk echt Blue die je tegenkomt. Ik dacht van, hé, wat ziet die rifle er opeens anders uit? Maar Blue zie je natuurlijk niet een rifle. Nee, terwijl ik op zich wel zo zit van, Blue was een prima rifletje geweest, maar ja. Zeker. Ik vind hem ook wel cool uitzien in deze game. Beter dan die rifle van nu. Ja, die je letterlijk alles geeft. Ja, precies. Ik krijg wel 5 great balls, wat plot. Kijk, even healen. En dan, wie zijn beurt is het? Jouw beurt, denk ik, hè? Even kijken, route 1. Route 1 en 22, daarvoor. Viridian Forest. Nee, het is mijn beurt. Als het is jouw beurt. Ja. Maar ja, het duurt nog wel even voordat je daar bent, dus... Ja, is er nog niet meteen gras, zeker? Nee, je moet eerst wat trainers verslaan. Ah, ja. Beetje waaronder een coach trainer. Moet je die verslaan? Die kan je toch pas verslaan als je al iets gedaan hebt of zo op die route? Nee, dat is... je denkt aan Sun and Moon en Usum. Daar heb je het. In deze kan je meteen er al mee battelen als je zou willen. Oké. Die is wel sterk, denk ik, of niet? Hij heeft een Bulbasaur van level 11. Ah, oké, nou die zou ik op zich wel moeten kunnen killen. Een Oddish. Ta 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 ta. Dat kan ik wel doen. Op zich, coach trainers zijn altijd wel handig voor een bepaald aantal dingen. Ze kunnen je items geven, maar ze kunnen je ook soms gewoon TM's geven. Ja, precies. Dus die coach battles, die wil je eigenlijk wel doen, zeg maar. Ja. Kan ik hem one-shotten nu, of blijft hij nog... Nee, ik kan hem killen. Mooi. Lead Seed Stall is hartstikke leuk, tenzij je tegen hebt. Ja. Daar weet ik alles van. Mm-hmm. Hier, Oddish. Kei stoer doen allemaal. Een revive. Nou, daar hebben we wat aan. Ja, ik kan hem verkopen. Ja, sorry. Medicine, ik had nog een paar potions over, hè? Ja. Huppakee. Oké, vrouw, ik heb verslagen. Nee, kom eens hier. Zo, ja, ik wil wel een paar trainers doen. Het is niet echt dat ik een beetje onderleveld ben, maar... Ja, er zijn grenzen. Eens even kijken, Liu. Het butten. Oké, coach trainer Kareem. Ja. Zo, weer een paar pokeballs die ik naast kan gaan gooien. Ja, kaart.
Zo. Doe eens even niet Bulbasaur met je lead cheat. Ja, maar dat vindt hij leuk. Laat hem. Nee. Ik heb een vraag. Hoe wil je eigenlijk dit doen als ze devs zijn? Tellen als een gezamenlijke dev? Ja, of als een gezamenlijke. Dat was wel mijn bedoeling van, het is een gezamenlijke. Wow, dat deed veel damage. Oké. Okay. Dus het is niet zo van, Milan, wij hadden 12 devs. Nee. 2 kwamen door mij, 10 kwamen door jou, Milan. Weet je waarom ik dat niet wil? Omdat dat waarschijnlijk gaat gebeuren. En dat wil ik niet zo duidelijk hebben, zeg maar, snap je? Ja, fair. Dat heeft Nando wel geëdit toen wij de Solling Generations hadden gedaan. Oh, gewoon opgeteld van, oké, wiens schuld was het? Nou. Ja. Was heel geinig om te zien. Was heel geinig om terug te kijken. Laatst ook de Survival Log Dev Montage heeft gekeken. Ja. Maar ja, dan heb je de nummers er gewoon bij. Kan je gewoon zien van, oké, waar zijn de devs geweest? En ik weet niet, oorspronkelijk was ik erop tegen om die devnummering erin te zetten, want dan gaan mensen alleen op zoek naar die devnummering. Ja, maar aan de andere kant, als je dan een keer momenten wil gaan zoeken of highlights, ja, dat is gewoon ideaal. Ja, precies. Nee, ik wacht even buiten het gras. Oh, heb je al die trainers daar al verslagen? Ik headbutt alles kapot met Eevee. Ah, misschien moet ik dat ook doen. Wow, je krijgt zo weinig XP voor mijn gevoel van trainers. Mm-hmm. Maar Kakuna is al zo lang op level 8. Die ze met de gym battle en met deze twee battles erbij nog steeds niet level 9. Zo. Oké. Oké, dit is het trainertje voor het gras waar ik nu tegen ga. Kijk, weet je, jij voelt je nu hoe ik me voel als ik met Sander dit spel Pokémon speel. Het enige verschil is dat ik niet sneller kon dan dat ik aan het doen ben. En dat kan Sander meestal wel. Ja, maar dat is wel vaker. Kijk, Gen 1 heb ik dan zo vaak gespeeld dat als ik niet per se op een bepaalde manier moet spelen. Mm-hmm. Dus Soul Link ben je gepaard, maar anders zou ik ook gewoon zeggen van gewoon doorrushen. Mm-hmm. Maar dan kan ik binnen een uur kan ik gewoon bij Misty komen. Ja. Headbutt is fucking sterk, holy shit. Mm-hmm. Dus ja, maar ja, dat krijg je zo vaak heb gedaan. Mm-hmm. Ja, en het zit ook niet echt mee met Pokémon natuurlijk. Kijk, met Bellsprout had ik misschien ook al, hadden we nu ook al veel verder geweest. Ja, maar ja, je mag geen gras en water kunnen we niet krijgen op het moment. Nee, daarom. Ik ben per ongeluk in de trainer die bij het gras staat gelopen. Oeps. Nou ja, ik sta nog steeds buiten, dus ik heb nog steeds Mist Encounter niet. Dus. Oké. Okay. Toegeef, ik weet zometeen ook wel, Mount Moon wordt zometeen een drama. En waarom, in welk opzicht? Encounters in Mount Moon. Too bad. Ferris. Dan heb je gelukkig misschien een Clefairy. Alleen, Zubat kunnen we niet hebben, want we hebben een Poison-type in Nidoran. Geodude kan wel. Paris is een Bug-type, maar dat hebben we al. En Clefairy. Oké, tot nu toe alleen nog met dupes hier. Ik weet dat je hier Charmander kan vangen, dus dat zou top zijn. Nog steeds alleen maar dupes, alleen maar Rattata's en Spearows. Mhm. Dus dit is op zich nog steeds een... Hé, hey, huh? Ik kom een encounter tegen, maar... Oh, dat is een Rattata, die heb ik al. Die hebben we al. Oh, dus. Toch heeft de moeder altijd nog denken aan die let's go toen ik dit deed met Ram van... Oké, we gaan op zoek naar Kangaskhan. Ja. 2 uur later... Ja, eindelijk één Kangaskhan. En had je hem wel kunnen vangen, of niet? Ja. Oh, mijn is een Ekans. Ik zie een Ekans. Oké. Dus die perk kunnen we sowieso niet gebruiken. Nope. Ja, fuck it, ik vang een Spiro. Ik weet dat het een dupes is, maar... Ja, je mag voor een dupes kiezen als je dat wil, hè? Dat is geen probleem. En met sommige dingen zit ik zo van, weet je wel, het gewoon combineren. Precies.
En je hebt wel wat variatie, maar... Het is beter om maar gewoon dingen te vangen als je het kan vangen. Ja, precies. Ik heb de Ekans gevangen in ieder geval. En ik heb de Spiro gevangen. En ik denk dat het ook tijd is dan. Dat klopt, ja. Inderdaad. Goed dat je daarop let. Verder is niet heel belangrijk. We gaan de volgende aflevering gewoon verder waar we zijn gebleven. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe even een duimpje omhoog. Vond je Jordi nou een supercoole gast? Je kan hem vinden in het linkje in de beschrijving op de Subpar Guys. En dan zie ik jullie graag bij de volgende aflevering weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.